grootste opvallende waardeverandering is waarschijnlijk toch Apple. We hebben gezien dat Apple in merkwaarde 58% is gegroeid dit jaar. Dat is ongelooflijk veel verschil van jaar op jaar. Dat zien we eigenlijk normaal niet in de lijst. Het heeft te maken natuurlijk met het merk wat ongelooflijk consistent bezig is geweest om aan het merk te bouwen, producten te produceren die relevant zijn, die veel vraag eisen. Maar ook op de andere kant zien we wel weer veel veranderingen in de technologie sector. Ook weer een vergelijkbare sector. Nokia is heel erg veel weggezakt in merkwaarde. Ook zeker boven de 10%. Wat doe je when you've connected everybody? Wat is nog de relevantie van dat merk? En misschien nu een strategie to connect the next billion. In landen waar de infrastructuur nog niet sterk genoeg aanwezig is. Dat is een grote ontwikkeling in die techsector. Wat we zien is dat luxe merken weer terug zijn, niet terug van weg geweest, maar wel zich weer hebben kunnen versterken. We zien dat na de crisis luxe merken echt een harde klap hebben gehad, maar terug zijn gegaan naar hun kern. Dus we zien echt Louis Vuitton bijvoorbeeld helemaal teruggaan naar de origine van het reizen en het produceren van reisgoederen. En daarop het merk eigenlijk opnieuw opbouwen. Weer heel relevant en authentiek op het verleden. En fascinerend blijft de financial sector, de banken. Alles blijft in verandering in een sector waar je in feite nauwelijks nog kunt differentiëren. Omdat er nu met de wetten, de overheden leggen steeds meer vast. Basel 3 bijvoorbeeld. Als je niet meer kunt onderscheiden straks met het businessmodel. Dan zal merk toch wel het enige of een van de enige pijlers zijn die overblijven om het verschil te maken. Zowel naar consumenten toe. Als het aantrekken van sterk talent vanuit een merk, als je niet meer grootschalige bonussen kunt betalen. Dus we zien dat dat een sector is waar de rol van het merk in het beslissingsproces van consumenten, maar ook de rol van het merk voor het bestuur steeds belangrijker begint te worden. We zien dat de groei van Apple gebaseerd is enerzijds natuurlijk op de omzetgroei. Hè. Veel producten die echt begeerte opwekken onder consumenten. Het is gehyped op de ene zin dat iedereen ernaar uitkijkt, maar er is een reden voor. Apple heeft heel erg goed gekeken naar wat het is dat consumenten willen. Is humanizing technology en thinking different gaat over de consument centraal staan. En dat is uiteindelijk hetgene wat ieder merk moet doen. Je moet de consument centraal stellen. Je moet weten wat relevant is. Op welke vraag, op welke drijfveren je in kunt spelen als merk. Om uiteindelijk je producten, diensten of wat dan ook goed weg te zetten. Wat interessant gaat worden is dat Apple, wat natuurlijk op de ene kant in de massa is begonnen met iTunes. En daarvoor even in een heel beperkt doelgroep. Met iTunes de massa is ingegaan, wat een dienst was. Natuurlijk de producten die aangekoppeld waren, de iPod. Nu toch door het gros meer wordt gezien als een productmerk. Een iPhone, de iPad, de iMac, etc. Maar nu met iCloud, wat als dienst gelanceerd wordt, zullen zij toch moeten vinden hoe het merk gebruikt zal zijn als dienstverlener weer naar iCloud toe. Dat wordt een hele interessante dynamiek in het komende jaar, om te kijken hoe het Apple-merk daar relevant mee omgaat. Dus wat kunnen zij daar echt leveren vanuit een Apple-optiek, buiten de productervaring, de fysieke ervaring van de producten die ze produceren. Het zeggen van Samsung is interessant uit zichzelf, omdat Samsung heel goed en duidelijk heeft gekeken naar waar hun eigen merk voor staat. Een tijd geleden, ik dacht 2 jaar geleden, hebben ze opnieuw gedefinieerd dat bijvoorbeeld design een hele grote rol kan spelen voor Samsung, dat zij daar relevant in zijn. En ze zijn toen bewust ook bedrijfstakken gaan afsplitsen waarin design geen grote rol speelt. Wat wij zien in de techsector is, en vooral de consumentenelektronica, is dat merken waarin design en human interface een grote rol zijn gaan spelen en die dat relevant kunnen bieden, Apple, Samsung, succesvoller zijn over het afgelopen jaar dan merken waar het product centraler staat en waar het veel meer vanuit de technologie is gekomen. Kijk naar een Sony bijvoorbeeld, die sterk is gezakt in de lijst dit jaar. De strijd tussen Microsoft en Google is de strijd der giganten in de top 10. De afgelopen jaren heeft de top 10 weinig verandering gezien. Dit jaar grote verandering met de binnenkomst in het topteam van Apple. Microsoft en Google zitten heel erg dicht tegen elkaar aan. Als Google net zoveel groei realiseert in zijn merkwaarde volgend jaar als dit jaar. En misschien lukt dat wel meer met de opkomst van Google Plus en andere diensten. En Microsoft dezelfde groei realiseert als dat ze dit jaar hebben gerealiseerd. Of wat dus een verzwakking is van de groei. Of verzwakking van de merkwaarde. Dan zullen wij zien dat Google Microsoft de merkwaarde zal inhalen. Ik denk ook dat Microsoft op dit moment heel erg nog aan het kijken is hoe het relevant kan zijn. Het is de afgelopen jaren wat weggezakt naar een business-to-business merk. Veel meer vanuit dus echt vanuit de softwarekant. Om zich opnieuw relevant te maken in een consumentenmarkt. En misschien dat de samenwerking met Nokia en de aankoop van Skype daar een relevante brug voor gaat bieden.
We zien dat Philips dit jaar in merkwaarde gelijk is gebleven, wat eigenlijk een hele sterke prestatie is. We weten van de berichtgeving dat Philips een moeilijk jaar heeft gehad. Er is natuurlijk ook een verandering in het bestuur geweest. Er is een nieuwe strategie uitgesproken. Merk blijft een hele sterke centrale drijfveer binnen Philips, Sensor Simplicity en het Philips merk. En Philips blijft het relevant maken over de drie toch wel verschillende sectoren waar het merk in actief is. Dus een gelijk blijven van een merkwaarde van een merk als Philips in een jaar waarin Sony bijvoorbeeld met 13% een merkwaarde is gezakt, is simpelweg een sterke prestatie. En we zien dan ook dat het in de ranglijst van een 42e naar een 41e plek is gegaan. En daarmee het hoogst genoteerde of het meest waardevol internationaal Nederlandse merk op de ranglijst is. Andere merken die we zien zijn Shell bijvoorbeeld. Shell heeft een waardegroei van 12% dit jaar laten zien. En wat daar interessant is dat de ramp in de Golf van Mexico van BP, zien wij toch dat de rol die het merk speelt upstream, zowel downstream, binnen die sector, is vergroeid. Consumenten, en of dat nou privéconsumenten of business-to-business consumenten zijn, zijn bewustere keuzes gaan maken over met wie zij willen samenwerken, van wie zij producten af willen nemen. Dus de merkkracht van Shell heeft hun daar geen windeieren gelegd. En wat we aan de onderkant van de lijst zien, is dat Heineken echt sterk in merkwaarde is gegroeid, een 8% goede merkwaarde dit jaar. Dat is een erg goede prestatie als je kijkt dat Budweiser in de lijst en Corona, de andere twee biermerken, respectievelijk 0% en 2% groei hebben meegemaakt dit jaar. En met een merkwaardegroei van 8% zit Heineken veel dichter bij de groei die dit jaar is gerealiseerd door luxe alcoholmerken zoals Smirnoff, Johnny Walker en Moët Chandon. Dus zeker een sterke prestatie van Heineken. En wat we daarin terugzien is natuurlijk de strategie om Heineken als global merk neer te zetten met een single positionering en propositie over alle wereldwijde raakvlakken heen. Het is altijd moeilijk te zeggen welke merken net onder de top 100 zijn, ook omdat we dat verder niet publiceren, niet in kaart brengen. We weten dat een aantal jaar geleden ING van de lijst is gegaan. Door de veranderingen in de structuur daar zal ING ook niet meer zo dicht bij de lijst zijn, gevoelsmatig. Wat wij wel zien in Nederland is dat er veel erg waardevolle merken zijn die misschien niet met het juiste ambitieniveau worden gemanaged. Er is nog heel veel ruimte om in Nederland merkkracht uit te bouwen. Merkkracht als een van de kernpijlers voor merkwaarde. En eigenlijk hetgene waar marketeers het snelst of het strategisch aan kunnen sleutelen. Daar zien we toch nog dat er niet altijd de juiste tools worden gebruikt. Dat men in bestuurskamers niet altijd praat over hoe kan mijn merk meer waarde voor mij opleveren. En ik zou toch aan alle CEO's willen vragen van stel die vraag nou aan je marketeers. Stel die vraag aan je CFO. Maak bewuste beslissingen over investeringen in je merk. Net als dat je dat in je fabrieken zou doen. Het is een bedrijfsgoed, een levend bedrijfsgoed waar je in moet investeren. Dat besef, dat moet echt nog sterker groeien in deze markt. Maar wij hebben veel bedrijven en veel merken die internationaal sterker voor staan. Die goede proposities hebben. Die in mijn gevoel het ambitieniveau net wat hoger mogen leggen. En internationaal dat merk ook sterker mogen managen.